We staan op de Eclipse locatie. We zijn deze morgen vertrokken in Scott Bluff. We zijn toch teruggereden naar Wyoming om de wolkengrens die vanuit het oosten zou naderen te vermijden. En we zijn dus op een weiland, op een open vlakte, dus blijkbaar government property, gaan staan. En we zijn er niet alleen. De Urania-vlag wordt geprepareerd. Dus de paraplu's slaan al om, maar gelukkig onze statieven nog niet. Ik hoop dat ze in de juiste richting ongeveer slaan. So now I see myself twice with my Nebraska t-shirt. Het is duidelijk een dunnere filter. Mijn diafragma staat op 7.6. 2 minuten voor eerste contact. 2 minuten. Eerste contact. Ja, ja. Oké, allemaal weer pakken. Ja, ik zie het! Ik zie het! Heel klein duksje. We herleven 1999. Hoera! Hippiepiep! Hoera! Hippiepiep! Hoera! Oh ja, hier is het mooie stuk. Jan, doe mij een bril een keer omhoog. En in dat uurtje beeld hoop ik dat ik er 2 of 3 leuke minuten kan uithalen. Wel iets minder wind als de buien. Gelukkig. Ik heb geen apparatuur bij, alleen desktop. Alleen mijn ogen. Ah. En hoe laat is de eclipse weer? 11:46. Spanning begint te stijgen. Hè. Kom nu. De voorkant. Zo zijn de super. Zo. Ja. Moet gewoon ver gaan. Lukt het? Nee, het pakt niet scherp. Het wordt proberen waard. Nee, hier zie je, dat is gewoon perfect. De gele kleur van de zon en de maan eruit. De corner wordt goed. Dat de tanden inderdaad niet kort blijven, hè? Ja. Dat effect duurt ook altijd maar heel kort, zeker. 1 minuut voor de totaliteit. Wat moet er afgezet worden? Flitsen. Het is niet meer extreem warm, de wind wakkert zelfs aan. Ik wou zo'n landschapsfoto maken. Ja, dan moeten we dus de vroege eclipse of de late eclipse pakken. Het is dichter bij de horizon staat. Je hebt de zonnebril nog op. Wordt dat niet tijd dat ik die afzet? Nu is het licht aan het verminderen. Nu beginnen de kleuren raar te worden. Geen vliegende schaduw. Ja, ze zijn er, de vliegende schaduw. Ah ja, de vliegende schaduw. Ze vliegen zo, naar daar. Nu wordt het smal, jongens. Kinder stond er niet wat met nog een filmrolletje. Het is met een schaduw dan we nog hebben. Heel scherp, hè? Venus is nu al te zien. Oh ja! Nu is een dimmerand. De kleuren gaan weg, jong. Het wordt daar donker. Overal zonsondergang. Wat een horizon. Grote veranzen op 2 uur en 4. Heel fijne corona. Wauw. Komt er nu al diamant? Ja. De dimmer wordt opgedraaid. Het zit nog in 2 minuten, hè? Zijn we blij? Morgen hebben we een fantastisch glitje. Deze instrument is de Bluetooth in de verrekijker. En dan fantastisch, het was geschitterend. Dat ding is wat te groot, dus je staat eigenlijk een klein beetje in de schaduw ook. Maken we hier nog een groepsfoto? Het zicht op de bergen. Groepsfoto. 3, 2, 1. Ik heb dat juist gehoord, dat de maan groot genoeg was voor die zon te bedekken. Ja, maar dat wisten ze op voorhand. Dat hoofddeksel dat kan tellen. Hè? Heel praktisch. En inderdaad prachtige sikkeltjes. Ja, dat doen we eens een keer over de shoulder-shot. De hester had ik gezien, hij stond er bij mij en dat was de Nederlandse weerradar voor hier. En die zei 29 graden zon. Maar die schaduw, dat is mij nog niet gelukt. Het is 9 graden gedaald. Maar ik ben content van mijn timelapse, dat ziet er goed uit. Hiermee had de Maubische lichten. Eclipse 2017 met nog wat details. Ja, fantastisch. Alleen op naast was ik kwijt in de filmkijkers, dat ik aan het woord van de verne. Alle genieten.
Maar zo raar licht ook, hè? Zo onwerkelijk licht. Hoe laat is het laatste contact? 1 uur of iets later. We zitten aan de pistoleetjes. Maar het was echt prachtig om te zien. Echt prachtig om te zien.